Komen jullie dan vandaag speciaal voor de Leidse Orgeldag? Eigenlijk niet. We komen eigenlijk voor een nieuwe jas. Maar dit is mooi meegenomen. Wij vinden het heel leuk, hè? En wij zijn eigenlijk het orgel aan het zoeken wat altijd bij ons voor de deur staat. Dus we zijn het hele rondje aan het aflopen om te kijken of we dezelfde tegenkomen. En dat is misschien wel het orgel van de 21-jarige Jordi uit Leiden. Draaiorgeldag met allemaal Leidse draaiorgels en Leidse orgelmannen. Vrouwen zitten er ook tussen. Ik denk wel dat Leiden toch wel de meeste stadsorgels zijn. Je moet er nog best wel ritmisch voor zijn, hè? Ja. Ja, ik heb 21 jaar geoefend. Vroeger als baby al zat ik al met een bakje. We zijn net in deze straat begonnen eigenlijk. Dus we moeten nog een stuk. Maar we hebben denk ik nu een stuk of 6 gezien. Ik vind het wel grappig altijd. Het hoort toch een beetje bij het stadse beeld, denk ik. Dus, in Leiden draaien nog de nodige draaiorgels. Dus het hoort erbij, denk ik, zo in deze straat, in deze winkelstraat. Ja, het is wel een cacophonie van geluid. Of valt het mee? Nee hoor, wij ervaren het gewoon als een prettig geluid op de achtergrond. Zoals het in de stad hoort. De gemeente Leiderdorp heeft de energieprijs in ontvangst mogen nemen. Dit is naar aanleiding van de energieprijs die de gemeente begin 2022 won. Wethouder Bob Vasthout mocht samen met minister Rob Jetten de energieprijs in de vorm van een laadpaal onthullen bij het oude informatiecentrum A4. Ja, Leiderdorp heeft de afgelopen jaren laten zien dat je juist ook als kleine gemeente heel groot kon zijn in die energietransitie. Door goed samen te werken met je omgevingsdienst, met lokale bedrijfsleven, om echt maximaal energie te besparen. Zodat we op die manier ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat. Ik ben ook heel blij dat ik als minister hier Leiderdorp in het zonnetje mag zetten en ze mag feliciteren met hun enorme successen. De gemeente ontving de prijs doordat zij in 2021 het meest succesvol waren bij het geven van inzicht in energiebesparing. 91% van de Leiderdorpse bedrijven heeft destijds inzicht gegeven. Nou, dat betekent dat we heel goed op weg zijn en heel goed samen met bedrijven en bijvoorbeeld een omgevingsdienst die samenwerking hebben gevonden om te weten hoe ver zijn we nou, wat kunnen we nog doen en hoe gaan we die stappen vervolgens zetten. Wat we met name hebben geleerd is dat we die samenwerking goed op de rit hebben en dat is natuurlijk eigenlijk wel de eerste voorwaarde. Volgens de minister is het belangrijk dat de gemeenten in ons land bijdragen aan de energietransitie. We moeten die energietransitie ook voor een heel groot deel van onderop doen, waarbij inwoners, ondernemers, energiecoöperaties samenwerken aan opwek van schone energie. Dat we die schone energie ook met elkaar uitwisselen en ook hele slimme lokale oplossingen bedenken. En dat lukt vaak toch beter als je dat in de gemeente doet dan wanneer we dat in Den Haag voor iedereen gaan zitten bedenken. Voor de gemeente Leiderdorp is het volgende doel dan ook om rond 2030 net zoveel elektriciteit op te wekken als te gebruiken. Ze gaan eerst kijken naar bijvoorbeeld dit soort kleinere oplossingen, maar dan die op veel grotere schaal toepassen. Gaan we het daarmee redden? We zijn ook aan het kijken naar meer zon, opwekken met zon natuurlijk. Lukt dat uiteindelijk niet? Ja, dan gaan we toch kijken op welke manier misschien met grotere maatregelen we toch die doelstelling kunnen halen. Maar we zijn dus eerst aan het kijken hoe we met eigenlijk kleine maatregelen, maar daar heel veel van, toch die grote impact kunnen maken. Ik dacht dat het alleen maar voor bejaarde mensen was, Jos. Een onderscheiding. Ja, ik vind het natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ik vind het heel bijzonder. Op de dag voor Koningsdag heeft het de majesteit traditioneel behaagd om enkele bijzondere mensen te verrassen met een koninklijke onderscheiding. In Zoeterwoude speelde burgemeester Fred van Tricht vanochtend 2 lintjes op. En in het bijzonder welkom aan degene die hier op de eerste rij zitten, die allebei enorm verrast zijn door wat er hier nu gaat gebeuren. Mevrouw Boeren, die een grote rol speelt in de huurderij, huurdersbelangenorganisatie. En mevrouw Brands, die heel veel in de binnenstad van Leiden voor de winkeliers doet, hebben wij mogen onderscheiden met onderscheiding lid in de Orde van Oranje Nassau. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Zijn zij voorgedragen door mensen in Zoeterwoude? Belt de koning u op? Hoe gaat het eigenlijk?
Ik heb er gisteren nog rechtstreeks contact over gehad met de koning. Nee, zo gaat dat niet, Robert. Het zijn inderdaad mensen in hun omgeving die het opmerken wat zij allemaal doen. En die gaan de informatie ophalen en die gaan het aanvragen bij de kanselarij der Nederlandse Orde. Daar moet de aanvraag heen. Die beoordelen of het goed genoeg is, zwaar genoeg is, langdurig genoeg is. En dan zeggen ze, ja, u krijgt een onderscheiding. Ja, nee. En dan ben ik de gelukkige die mag uitdelen. Nelly, met welke smoes ben je hier vanochtend naartoe gelokt? Er moest een rijbewijs opgehaald worden. En dat was niet zo? Nee, dat was niet zo. Heel gek. Vooral toen ik hierboven kwam. Ik vond het eigenlijk al heel vreemd dat er een burgemeester ineens zo vol ornaat voor je staat. Dat is natuurlijk heel raar. Toen was ik al dat ik dacht, wat raar. Het is er voor een dag vandaag. Nou, de dag waarop traditioneel lintjes worden uitgereikt dus. In Leiden gebeurt het allemaal op grotere schaal. In de Hooglandse Kerk decoreert burgemeester Henri Lenverink 9 inwoners. Een van hen is oppervrijwilliger, sleutelmaker en goede vriend van Sinterklaas, Nico Rijsbergen. Ik weet nog toen je vrijwilliger van het jaar werd, toen zei je, nou, ik had het al jaren eerder verwacht. Is dat bij het lintje ook zo? Eigenlijk wel, maar ja, je weet het nooit. Je weet nooit wat er op je pad terechtkomt, dat zie je nu maar. Hoe voelt het nou? Ja, een beetje wennen, een beetje kriebelig. Een beetje eng, maar wel heel erg leuk. Dat vindt ook Ilja Motier, die onder andere onderscheiden wordt voor haar jarenlange inzet om de Nederlandse en de Arabische cultuur dichter bij elkaar te brengen. Ja, het is bizar. Je moet echt wennen. Ik had er nooit aan gedacht. Je denkt altijd dat het voor mensen die 40 jaar in een verzorgingshuis werken, weet je, dat soort dingen. Er zijn zoveel mensen die verschrikkelijke mooie dingen doen in het leven. En dan denk je, ja, wat ik doe is eigenlijk niet zo bijzonder, weet je. Dat hebben heel veel mensen, denk ik. Maar... Op naar Voorschoten. Burgemeester Nadine Stemerdink mocht daar namens de koning 3 inwoners in het zonnetje zetten. Ik doe al jaren vrijwilligerswerk, maar dat gaat vanuit mijn hart. En ik heb nooit bij stilgestaan om daarvoor bedankt te worden. En vrijwilligerswerk bij dementerenden, bij mijn vriendin met een dochter met een beperking, bij de Zonnebloem. Sinds ik met pensioen ben op mijn oude werk. Voor mij heel normaal. Dus u was best verrast toen u hier onderscheiden werd? Ja, want mijn man die moest hier zijn om iets af te halen beneden. En toen zei hij, ga nou maar even mee. Ik denk, oh, nou, dat was dus een smoes. Ik moest mee met mijn dochter. Die ging naar de oogarts in het LUMC. En dan moest ze druppeltjes, dus dan kan zij niet auto rijden. En toen zegt ze onderweg, joh mam, ik ben mijn rijbewijs verloren. En dat heeft ze net nieuw binnen. Dus ik zeg, runderlap. Ik denk, wat is dat nou weer? Ik zeg, bij Hooglied had ze het verloren, maar ze kon bij het gemeentehuis ophalen. Het is mooi om te horen hoe het alle drie, de vrouwen die vandaag een koninklijke onderscheiding hebben gekregen, met een smoes naar het gemeentehuis zijn toegelokt. En eigenlijk pas op het laatste moment iets door hadden. En dan is de verrassing des te groter. En dit is nog maar de voorpret, hè? Want morgen mogen ze de hele dag mee? Morgen is inderdaad de Koningsdagoptocht hier en daarna is de borrel voor alle gedecoreerden en oud-gedecoreerden. Dus het wordt morgen ook weer een hele mooie ochtend. In Oesgeest hebben 7 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Zij zijn, net zoals de andere gedecoreerden, voorgedragen door kennissen die vinden dat ze zo'n onderscheiding verdienen. Nou, omdat hij al zo lang en zoveel als vrijwilliger aan het werk is in Oesgeest, dat die had allang een lintje moeten krijgen. En het belangrijkste wat zij, wat mij betreft, doet, is het helemaal organiseren van fietsmaatje Oesgeest. En dat doet ze inmiddels al meer dan 5 jaar. Ze is niet helemaal de jongste meer, maar de energie die zij daarin weet te steken, vind ik echt geweldig. Dus moet ze een lintje hebben. Ik heb mevrouw leren kennen als hoofdklachtencommissie. En we gingen met elkaar praten en zeiden, de cliënt heeft altijd gelijk. Altijd. Dus kom maar, want wij hebben dan vast te snel gehandeld. Iets niet goed gezien, over het hoofd gezien. Wat de ouderen hindert en dat moet niet. Zij is inmiddels 27 jaar vrijwilligster bij Marente. En ze is er bijna iedere dag, bezoekt mensen, verwelkomt nieuwelingen, helpt hen met allerlei vragen op financieel gebied. Kortom, een geweldige vrijwilligster die een lintje verdient. Oesgeest kent veel vrijwilligers, maar de erkenning mag ook wel eens een keer van anderen dan alleen maar, zeg maar, de mensen in de omgeving. Dus de waardering van de koning vind ik belangrijk.
Burgemeester Leila Driessen mocht tijdens de lintjesregen 3 heren verrassen met een koninklijke onderscheiding. Een eer voor de heren zelf, maar de burgemeester ervaart het zelf ook als een eer om lintjes uit te mogen reiken. Het is zo waardevol om dat te mogen doen. En zoals ik al in mijn speech zei, het gemeentebestuur en ik zijn ongelooflijk trots dat we zulke bijzondere mensen in ons midden hebben. Als ik zo sta op te noemen wat ze allemaal gedaan hebben waarom ze een lintje hebben gekregen. En alle mensen die zich ingezet hebben zodat ze een lintje krijgen, dan vind ik zo'n warm gevoel. En we hadden deze dag iets heel bijzonders. Want de laatste, meneer De Wolf, die kreeg het lintje met de zwaarden. En dat is de eerste die ik uitreik met de zwaarden in mijn gemeente. Nou, ik vond het heel erg bijzonder. Ja, zeker. Tuurlijk. Het is überhaupt lintjes uitreiken is een eer om dat te mogen doen namens de koning. Ja, ik vind het geweldig. En ik dacht altijd, zoiets heb je toch door dat ze dat voorbereiden. Maar nee, het was voor mij een complete verrassing. En ik vind het ontzettend leuk dat er zoveel mensen zijn die je kent en die daaraan meegewerkt hebben, noem ik het maar even. Want ik voel een ontzettende waardering. Nou, ik ben vanochtend gewoon naar mijn werk gefietst. Ik werk bij de Universiteit Leiden nog als surveillant en coördinator. En ik werkte op de sterrenwacht, maar dat tentamen was toevallig niet doorgegaan. Maar ik zeg, joh, als het niet doorgaat, dan ga ik naar huis. Dus ik ben weer op de fiets naar huis gegaan. Ik was al bezig met mijn werk voor het buurtschap, voor buurtactief. Ik moest nog een paar dingen voor de boekhouding doen. Dus die ben ik gaan doen tot mijn zoon binnenkwam en die zegt, pap, ga je mee? We gaan ergens koffie drinken. Ik, nou, leuk. Koffie drinken ergens. En zo ben ik hier terechtgekomen. En in Wassenaar mocht burgemeester Leendert de Lange tijdens de lintjesregen 10 mensen decoreren. Marjolein Becker mocht er 1 ontvangen en is daarmee verrast. Ze zet zich al 47 jaar in als vrijwilliger in Wassenaar. Ik ben zelf bezig geweest met de aanvragen voor 2 mensen hier, die ook bij mij in de wijkvereniging zitten. En daar was ik voor gekomen. Ik werd hier bij de deur helemaal verrast van, je moet eventjes apart blijven. En ik zag ineens een heleboel kleinkinderen van mij hier rondlopen. En ik dacht van, hé, die komen niet voor de voorzitter. Dus vandaar, dat is echt een verrassing. Het eerste zag ik hier buren zitten. Ik denk, die komen ook voor een andere gedecoreerde hier. Voor Ria Topper. Daar zou ik bij zijn, want dat zijn hele goede vrienden ook van me. En toen ik hier naartoe werd geleid, wist ik het nog niet eens. Ik ben bezig en ik vind het leuk. En dingen die je leuk vindt, die hou je heel lang vol. Wat ik wel probeer is mensen mee te bewegen. Als ik merk dat mensen eigenlijk niks om handen hebben. Ik zeg, joh, kom een keertje meelopen op zaterdag. Hè, of doe mee met de Fitwalk maandagavond. Echt gewoon leuke, gezellige dingen. Om ook andere mensen te ontmoeten. Want eenzaamheid, dat is een groot probleem hier in het dorp. Ook dementie is een groot probleem. En dat soort dingen kan je toch proberen klein beetje te verminderen door veel contact te hebben met andere mensen. Nou, ik ben heel dankbaar en ik vind het heel mooi en ik hoop op een hele mooie Koningsdag morgen dat alles goed mag gaan en ik hoop nog heel veel vrijwilligerswerk te mogen doen voor de samenleving in Wassenaar. We zijn net terug van het koningsdagontbijt en zometeen komt de Aubade, vlaghijsen Aubade. En dan gaan we hier kinderspelletjes doen, de kinderspelen. En daarna dan maak ik met de burgemeester een rondje door Oegstgeest. En vanmiddag dan hebben we op de Hofdijk een heel groot programma met onder andere een grote wielerronde die enkele uren in beslag neemt. Maar dat is onder andere, want er zijn ook springkussens en allerlei andere leuke spelletjes voor de kinderen. We gaan eerst zingen zo meteen, hè? Heel hard. En dan gaan we oranje bitten halen in de Gouwen. Met een lekkere tompoes erbij. En dan gaan we even naar huis. En dan vanmiddag gaan we weer naar het... De Hofdijk? Hofdijk. En daar zijn allemaal spelletjes en een beentje en een DJ is. En dus daar gaan we helemaal uit ons op pan. We gaan meezingen. En daarna gaan we naar huis en de hond uitlaten. Ja, en daarna gaan we naar de Spelen op de Hofdijk. En we vinden het jammer dat het ringsteken er niet is voor de paarden. Nou ja, de Aubade doen we eigenlijk al jaren. Dat zijn onze plannen. Oranje boven, oranje boven. We leven nog meer.
Kerk Heiterijn, die is de kinderkleedjesmarkt. En we hebben ook dit jaar een vrijwilligersmarkt voor het eerst. Die staat aan die kant van mij. En achter mij het podium voor muziek. Hoogtepunt hebben we net gehad, is de Obade, de opening van Koningsdag. Een speech van de burgemeester en onze voorzitter in Stallinga van de Wassenaarse Oranje Vereniging, Koningin Wilhelmina. De vrijwilligersmarkt, we organiseren het vaker, maar dit is de eerste keer dat we het in combinatie doen met de Oranje Vereniging op Koningsdag. En de vrijwilligersmarkt, daar presenteren zich allerlei verenigingen en stichtingen en maatschappelijke organisaties die vrijwilligers nodig hebben in Wassenaar. Die presenteren zich hier vandaag met het doel om meer vrijwilligers te werven. Het bevalt heel goed. Je ziet, het is heel geanimeerd. Er lopen hartstikke veel mensen. We krijgen heel veel aanloop. En wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Naar een extra iemand die ons kan helpen om de fietsen te beheren. Zodat de banden altijd opgepompt zijn. Iedereen is welkom om ons te steunen. Er loopt nog een beetje komen. Mensen zijn nu eerst bij de kleedjesmarkt geweest. En we hopen nu dat ze deze kant op komen. Vaker doen? Nou, als ik het nu kijk en de geluiden hoor, zeer zeker. Als het zo doorgaat en als het weer mee zit, want dat is, we boffen natuurlijk wel, het zou koud zijn, dat valt reuze mee, maar het regent niet. Dus als het volgend jaar weer zo is, dan zijn wij er weer bij. We zijn vanmorgen vroeg al begonnen met de kindervrijmarkt. Alle kindjes op kleedjes. Olga Commandeur die heeft Voorschoten in beweging gedaan in het park hier in Voorschoten. Zojuist zijn we met 3 fanfares hier de voorstraat opgekomen met prachtig versierde fietsjes voor de kinderen. En vanmiddag hebben we nog het traditionele touwtrekken. En vanavond is er een oranje frisparty voor de jongeren. En de kermis is ook al in volle gang. Toen we in alle vroegte hier al waren en het nog muisstil was in het dorp. Toen het zonnetje ging schijnen en de eerste mensen kwamen, dachten we van ja, het wordt een mooie dag. Ik heb er ongelooflijk naar uitgekeken. Maar als ik zo zie hoeveel mensen hier al sinds vanochtend vroeg op de been zijn, dan heeft het hele dorp uitgekeken naar deze Koningsdag. En wat zijn we blij met het zonnetje. Ik ben vanochtend al over de Vrijmarkt gelopen bij diverse activiteiten geweest. Zojuist uiteraard de officiële opening gedaan. Dadelijk ga ik naar de borrel voor de oud-gedecoreerden. Het hoogpunt is eigenlijk hier nu, als je ziet hoeveel mensen hier zijn. En hoeveel mensen genieten en hoe leuk de kids het gewoon weer vinden. Dan denk ik bij mezelf, ja, hiervoor doe je het. In Zoeterwoude vieren we vandaag, net zoals in heel het land, Koningsdag 2023. Een koning die 10 jaar op de troon zit. Een koning die jarig is. Dus dat vieren we in Zoeterwoude ook, zowel in het dorp als in Rijndijk. Ja, het Oranje Comité van Zoeterwoude Rijndijk heeft een springkussenfestival georganiseerd. We zijn begonnen om 12 uur met schatgraven. En om 12:30 heeft de burgemeester het geopend. En nu hebben we het springkussenfestival. En om 14:00 gaan we nog glittertatoeages maken. En we hebben gezellig muziekje op de achtergrond. Totdat we straks gaan tongknuppelen met z'n allen. We hebben ongeveer hetzelfde programma elk jaar, met name voor kleine kinderen. Want als ze groter zijn, gaan ze toch wat vaker naar steden en dorpen hieromheen. Maar voor kleine kinderen is het perfect. Het is afgelegen of omringd. De kinderen kunnen nergens heen. De ouders kunnen gezellig even bijkletsen. En de kinderen vermaken zich heerlijk op de springkussens. Ik hoop dat zo'n dag als vandaag, dat dat bijdraagt aan het, laat ik zeggen, samen zijn. Aan het samen beleven. Aan het samen Zoeterwoude zijn. Want daar staat Zoeterwoude bekend om. En als dit soort evenementen, waar weer vrijwilligers hun nek voor hebben uitgestoken, als die daar verder aan kunnen bijdragen, vind ik dat fantastisch. Nou, ik vind het een geweldige dag. Het is een hele mooie Koningsdag met mooi weer. En hoewel het heel erg koud is, merk je dat niet aan het enthousiasme van iedereen, van alle Leiderdorpers. Het is een hele fijne dag. We hebben hier, zoals traditie is in Leiderdorp, natuurlijk de Obade gezongen om Koningsdag te openen. Heel leuk, dat doen we al heel lang hier in Leiderdorp. Vanaf de tijd dat het stadhuis nog op de Statendaalde zat, ja, tot nu aan toe. Oh,
het is sowieso heel druk op de markt. En bij ons wisselt dat heel erg. Soms staat het helemaal vol en soms is er niemand. We begonnen heel rustig, maar uiteindelijk werd het wel ietsje drukker. Wat je merkt met de Oranjefeesten, of het nu Koningsdag is of dat het de 5 mei-viering is, de Oranjefeesten verbroedert. Iedereen doet mee, alles is oranje, alles kleurt. Het zorgt voor gemeenschapszin in Leiderdorp en dat is het mooie van dit soort dingen. Ik hoop dat iedereen een enorme fijne Koningsdag heeft, mooi weer, geniet en Koningsdag is wat ze hoopten dat het zou zijn vandaag voor iedereen. Het is 7:15 en Koningsdag begint pas echt in Leiden met oranje tompoezen. En er zijn nog een paar mensen die dat weten. Ik heb niks met roze tompoezen. Dit is één keer per jaar, dus vandaar. Een tompoezen is een heel bijzonder gebeuren, want het komt er gewoon op neer. Het is vreselijk moeilijk om ze te eten. En je breekt ze, maar uiteindelijk het blijft er toch in. En als die tompoes erin zit, gaat het Koningsfeest echt van start. Geheel volgens traditie maken burgemeester Lemfrink en zijn vrouw samen met de Oranjevereniging een uitgebreide tour door de stad om overal even bij te zijn. We gaan eerst naar alle wijken en we beginnen bij de Mors, Lage Mors. En daar is uiteraard ook van alles te doen, maar daar gaan we officieel openen met het Wilhelmus en de muziek. Koningsdag is gestart. Ja. U vertelde net aan Klaas Geffrioen, dit is wel echt het begin, hè? Ja, dit is superleuk. Vroeger deden we dat wel eens bij het stadhuis, maar dat was altijd heel rustig, was nooit iemand. En hier zit gelijk de stemming er goed in. Dit is superleuk. Heeft u wat kleingeld bij u? Ja, we hebben wat kleingeld meegenomen. Mijn vrouw gelukkig, want ik heb er niet aan gedacht. De wijkvereniging van de Lage Mors vraagt op Koningsdag extra aandacht voor bewegen in de wijk. De wijk gaat verdubbelen qua aantal inwoners. En het gezondheidscentrum blijft eigenlijk gelijk. En dat is natuurlijk heel jammer. Dus we zijn hard aan het maken om te zorgen dat de gemeente zich daar ook mee gaat bemoeien. Dat het gezondheidscentrum blijft en groter wordt en een goede locatie. Op naar de Stevenshof, waarvoor het eerst in jaren weer een vrijmarkt is georganiseerd. Het is inderdaad 2018 voor het laatst geweest. 2019 nog wel geprobeerd, maar toen kwam natuurlijk corona en alles. Dus en nu eindelijk kan het weer. En we zijn heel blij met de opkomst. We waren een beetje bang van hoeveel kleedjes gaan er komen. Maar het valt ons alleszins mee. Een mooie opkomst. Beduidend drukker is het in de professoren- en burgemeesterswijk, waar Len Frink onder begeleiding van Jong KNG het glas heft op de verjaardag van de koning. Ranja zonder rietje. Cheers en een mooie Koningsdag allemaal. I am from Greece and I have come for holidays here. And you have the orange tompoes on your shirt? Yes, I must do. I should do because I am in Leiden. Bij de Tomatenstraat is een sportief parcours voor de jeugd uitgezet. Hier zo is bijvoorbeeld fietsen. Daar is ook nog een knutseltafel, eentjes vissen, een grabbelbak. En daar zo kan je nog een... Kippen vangen? Dat moet de Oranjevereniging natuurlijk zelf even uitproberen. En ook burgemeester Lemfrink kan de verleiding van de kinderspelen niet weerstaan. Ik ben gered. In de binnenstad is het gezellig druk. Mede dankzij het mooie weer weten veel Leidenaren de vrijmarkt op de Hooglandse Kerkgracht te vinden. En ook op de Breestraat worden goede zaken gedaan.
De beste jonge straatmuzikanten worden traditioneel beloond met een gouden petje, dit jaar in de vorm van een medaille. Ik heb viool gespeeld. Een liedje zonder naam en From the New Country, twee stukjes. Wat vond je zelf nou het mooiste om te spelen? Ik denk het stukje zonder naam. Muziek staat ook centraal bij woonzorgcentrum De Parelvissers. De burgemeester en de Oranje Vereniging zetten op de klanken van Hugo en Bianca vrolijk de foxtrot in Polonaise vorm in. Dan roept ik quick whistle, want Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy, foxtrot met je elastieke benen. En iedere avond naar een dancy toe. En iedere avond naar een dancy toe. En ik wil na een potje volleybal in Leiden-Zuidwest. Gaan aan het eind van de middag de voetjes van de vloer op de Lammermarkt, waar verschillende artiesten optreden. En van het koningsfeestje trekt het gezelschap naar de kinderspelen bij het gerecht. Er wordt gesprongen, zowel op het luchtkussen als in de Oud-Hollandse zak. Nog een laatste muzikale borrel bij studentenvereniging Quintus en dan zit het programma er voor Lenferink op. Tijd om terug te blikken. 20 jaar Koningsdag, hoe was de laatste keer voor u? Nou, het is werkelijk een geweldige dag. De sfeer is overal ontzettend gemoedelijk. Mensen zijn ontzettend vriendelijk. Er zijn ook een heleboel mensen die hebben opgemerkt dat dit wel mijn laatste keer was. Dat is ook zo. Maar ik heb enorm genoten bij alle activiteiten in alle wijken. Alle rommelmarkten die er georganiseerd werden. De kinderspelen, de optochten, wat ze allemaal gedaan hebben. Superleuk. Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. En volgend jaar? Ja, volgend jaar dan zoeken we ons eigen pad door de stad. U bent wel een Leider. Ja, ik ben een Leidenaar geworden. Hè? En daarmee lijkt de dag voorbij. Toch heeft de Oranje Vereniging tijdens het afsluitende diner nog één verrassing voor de scheidend burgemeester in petto. Namens Willem-Alexander mag ik je erelid maken van de Oranje Vereniging Leiden. Oh. Ja, superleuk. Dankjewel. Dus waar ben ik nog wel?